Het eerste puntje is, jullie hadden aangegeven dat meer jongeren moesten gaan stemmen. We hebben best wel jonge lijst gehad met Niels en mij. Wij zijn twee vrij jongeren in de politiek. Dus dat is in ieder geval bereikt voor ons. Jullie hebben aangegeven dat jullie graag de jongeren in de gemeente wilden houden. We zien natuurlijk wel hele mooie ontwikkelingen wat betreft nieuwbouw. Wij vinden het wel belangrijk dat er gebouwd wordt in alle kernen. Jullie wilden ook aandacht vragen voor het openbaar vervoer. Nou, dat is iets waar de jongerenraad ook mee bezig is geweest. Nou, wij hebben onze statenlid Mark Smits uit Tiel. Die heeft zich daar heel erg voor ingezet voor de VVD. Wat betreft het openbaar vervoer, de bussen, zien wij ook aan de ene kant de verslechtering. Richting Nijmegen-Arnhem wordt steeds meer verbeterd. Die resultaten zien we ook. Ja, en wat een mooi succes is geweest. Wat betreft de jongeren, denk ik, voor de VVD en wat betreft de coalitie, is dat wij de afgelopen tijd weer extra geld hebben geïnvesteerd in sport. En jullie hadden ook aangegeven dat jullie graag wilden dat bedrijven gingen samenwerken met jongeren, vooral in verband met onderwijs. Het Laanbouwcentrum is denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan, waar het Helicon als school toch heel goed samenwerkt met de laanboomteelt. Nou, bedankt voor al je antwoorden, bedankt voor je tijd. En het was heel fijn om toch even de VVD te horen praten over de jongeren. Dankjewel.